zullen jullie de Voice of Holland niet mee willen. Maar ik wil jullie wel bedanken voor jullie aanwezigheid op mijn verjaardagsfeest. En ik wil jullie ook bedanken dat jullie vandaag bijeen zijn gekomen om te vieren de 100ste dag van het kabinet Rutte. De lang studeerdersregeling. En die regeling, dames en heren, ik snap dat jullie daar tegen protesteren, maar waarom neemt dit kabinet deze regeling? Wij besluiten tot deze regeling. Wij besluiten tot deze regeling omdat wij willen voorkomen dat jullie in de toekomst enorm veel geld moeten betalen voor het aflossen van de Nederlandse staatsschuld. Het zou van fatsoen getuigen als de toekomstige leidinggevende van Nederland, dat zijn jullie, ook kunnen luisteren naar de argumenten van een ander. Om A te voorkomen dat de staatsschuld uit de hand loopt en jullie daardoor in de toekomst komen te betalen. Maar B, ook omdat wij om te investeren in het hoger onderwijs. De lang studerende student, die benadrukt, de lang studerende student meer laten bijdragen. En als, en dat geld, wat daarmee vrijkomt, dat investeert dit kabinet. En als jullie één jaar langer doen over jullie bachelor en één jaar langer studeren over jullie master, dan is er niets aan de hand. Maar doen jullie er nog langer over, dan wordt er inderdaad een hogere bijdrage gevraagd van deze lang studerende student. De kwaliteit van onderwijs waar alle studenten van zullen profiteren. Dat vind ik terechtwaardig. Ik kan mijn aan beide kanten lopen. Want daarmee bieden wij het echte doel.